Ja, de situatie hier aan het water bij de rendierweide in Nieuwegein is om te huilen. Tenminste, als we deze buurtbewoners moeten geloven. Door botulisme zijn deze zomer zeker 9 jonge zwanen en 25 eenden overleden. En dat maakt de indruk. Dat de laatste twee levende jongen gewoon voor je ogen verdrinken. En uh, we hebben er dan nog eentje uit het water kunnen halen en die bleef maar stuiptrekken. En dan, dan is het toch zo dat we dan zelf ook nog uh, min of meer euthanasie hebben toege, toegepast door... De zwaan een handje te helpen bij het, bij zijn laatste strijd, ja dat hakt erin. Buurtbewoners maken foto's van de gezonde zwanenfamilie, maar later ziet het er heel anders uit. De dieren bezwijken uiteindelijk. De buurt wijst naar Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, die verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit. Hoogheemraadschap zegt dat er maar een paar meldingen zijn geweest. Nou, ik kan u verzekeren dat er heel veel meldingen zijn geweest. Uh, die zijn dan misschien door hun op een andere manier geregistreerd, maar het zijn er gewoon heel veel geweest. En er is eigenlijk uh, tot op die zondagmiddag niks gebeurd. Het Hoogheemraadschap weet dat de buurt boos is. In onze ogen is dat niet terecht. Wij hebben gedaan wat wij moeten doen. Dit water stond, niet, stond bij ons niet aangemerkt als een probleemwater. Er zit gewoon een waterplant in, het zuurstofgehalte is genoeg. Er zijn blijkbaar op dat moment factoren geweest die samenkwamen waardoor de botulisme in deze sloot optrad en waardoor deze zwanenfamilie helaas niet meer, niet meer leeft. Want botulisme zie je nu eenmaal ieder jaar overal weer terug. Al dus het Hoogheemraadschap. Ik kan ze niet geruststellen. Nee, dat vind ik een hele vervelende boodschap. Maar ik kan ze gewoon niet geruststellen. Maar de buurt legt zich daar niet bij neer. Zij eisen dat het volgend jaar zomer anders gaat. Gaan we dan met z'n allen gewoon elke dag kijken hoe snel het proces zich weer gaat herhalen? Of zeggen we dan gewoon: van nee, we hebben van vorig jaar geleerd. Dit is het draaiboek wat we gaan maken. Inclusief, inclusief een, een, een medewerking van, een dieren, van, van de vogelopvang, van de dierenambulance, van het waterschap, noem maar op. Gewoon een draaiboek. Er is nu weer een noodsituatie en dan gaan we dan gewoon...